We zijn alweer toe aan onze derde aflevering van het X-Gen-jaaroverzicht. Je ziet het, Hugo heeft even pauze, dus ik neem het over. Dus laten we snel verder gaan met Maarten. Yeah. In maart kwamen SSX Super Mario Bros. Voor de 3DS, Journey, Ridge Racer, Unbounded, FIFA Street, I Am Life en Mass Effect 3 uit. Een hele stapel dus. SSX en Mario die kregen allebei een 8. Journey en Ridge Racer deden het met een half puntje meer. En FIFA en I Am Life die kregen een hele hoge 9.0. Dus dat waren hele mooie games. De onbetwiste winnaar van die maand, dat was echter Mass Effect 3. Het nieuwe avontuur van Commander Shepard werd door ons beloond met een hele hoge 9.4. Maart was ook de maand waarin Assassin's Creed 3 onthuld werd. Ja, wij wisten al een beetje dat hij eraan zat te komen natuurlijk, maar die maand ging Eke op pad naar Rotterdam om de game uitgebreid te checken. Ja, toen werd bekend eigenlijk dat er een nieuwe hoofdpersoon aan zat te komen. Dat werd Connor en hij ging op pad tijdens de onafhankelijke strijd in Amerika en dat levert een heel mooi avontuur op. Ook werd bekend dat dit het eerste deel voor de next-gen console zou zijn, namelijk voor de Wii U. In maart kregen we ook te horen dat we in 2012 nog aan de slag mochten met de nieuwe Epic Mickey. Epic Mickey 2 natuurlijk. In tegenstelling tot het origineel zou deze ook naar de Xbox 360 en PlayStation 3 komen. Ja, dat leverde heel wat positieve reacties op. Een andere onthulling was die van F1 2012. Codemasters maakte duidelijk dat de jaarlijkse serie weer terug zou keren. En vanaf september konden we weer het circuit op met de grote race monsters. Maart was ook weer een maand van geruchten over de next-gen consoles en deze keer van de PlayStation 3. Zo lekte er een paar specificaties uit, maar het grote nieuws is eigenlijk de codenaam. De PlayStation 3 of de PlayStation 4 gaat namelijk schuil onder de naam Orbus. Ja, eind 2013 zou de console moeten uitkomen. Of dat nog gaat gebeuren, dat is nog steeds eventjes afwachten. De video's dan. In maart vroegen we jullie een lijstje samen te stellen van de beste BioWare games. Ja, de Mass Effect. De Mass Effect serie leek weer een favoriet te zijn, want deel 2 en deel 3 die stonden helemaal aan kop. In een ander lijstje waren we benieuwd naar jullie favoriete Vita games, want de Vita die was natuurlijk net uitgekomen in februari. Het mag eigenlijk geen verrassing heten dat Uncharted Golden Abyss als winnaar uit de bus kwam. Als laatste maakten we ook nog een video over FIFA Street. Ik en Sebastian namen het op een pannaveldje tegen allemaal journalisten van andere gamesites. Helaas waren de twee niet fit genoeg en lagen ze er in de halve finale alweer uit. Dus dat was heel erg jammer. Ja, dit was maart en dan gaan we in de volgende video verder met april. Dus ik zou zeggen, tot morgen.